Waterbuffels in Nederland, zult u zeggen? Jawel, de boerderij van de familie Arns uit Zevenaar is een van de 9 buffelhouderijen die Nederland rijk is. Anita Arns maakt van de buffelmelk mozzarella, een Italiaanse kaassoort. Zij roept nu op Facebook mozzarella-liefhebbers op om zelf de boerderij in Zevenaar te bezoeken. Het is een reactie op berichten van de stichting Viervoeters. Die vraagt Nederlandse supermarkten om alleen buffelmozzarella te verkopen als ze zeker weten dat die diervriendelijk is geproduceerd. Want volgens de stichting leven buffels in Zuid-Italië vaak onder slechte omstandigheden. Een actie waar Nederlandse buffelhouders denken ook last van te krijgen. Mensen lezen het, mensen zien het en dan gaan mensen toch praten. En hier stellen we het bedrijf een beetje open, zeg maar, zodat mensen kunnen zien van zo worden ze in Nederland gehouden. En ja, wat ze in Italië doen, ja, is natuurlijk niet netjes wat daar gebeurt. En hier worden ze dus op diervriendelijke wijze gehouden. En dat willen we dus laten zien, dat het ook zo kan. De actie op Facebook is inmiddels 1500 keer geliked.